Ja, dat was even een weekje. We hebben vier vernieuwingen gekregen in teamsvergaderingen. Ik denk super cool, alle vier. De eerste waar we naar gaan kijken zometeen is het hand opsteken. Werd veel gevraagd in het onderwijs, maar nu het er eenmaal is, is het ook in zakelijke bijeenkomsten echt wel super handig gebleken. Dus dat ga ik even laten zien. De tweede, dat is het aanpassen van de machtigingen voor deelnemers. Dat kan een voorzitter dan gaan doen, of de organisator van de vergadering. Ook super handig. En dat gaat je een hoop ergernissen schelen, waarvan ik weet dat die er zijn, bijvoorbeeld in het onderwijs, bij scholieren die van alle dingen bij elkaar kunnen gaan doen. Nou, dat kun je gaan voorkomen. Ga ik je laten zien. Derde is, ja, eindelijk ze zijn er, de 9 videostreams in plaats van 4 naar 9. En dat is niet het enige wat daarmee veranderd is, nog meer, dat ga ik je ook uitleggen. En het vierde is iets wat jouw beheerder moet gaan aanzetten, want dat staat standaard uit. En dat is het uitdraaien van een lijst met aanwezigen tijdens jouw vergadering. Dus wie is de vergadering in geweest, wanneer zijn ze de vergadering in gekomen en wanneer zijn ze vertrokken. We gaan gewoon lekker van start met de eerste en dat is het hand opsteken. Goed, de eerste vernieuwing. Het hand opsteken in een teamsvergadering. De linkerzijde van het scherm, dit scherm, dat ben ik zelf. Ik ben de organisator van deze vergadering. En de rechterkant is de teamsomgeving van een genodigde. Nou, hoe steek je nou je hand op? In deze balk heb ik hier de hand opsteken knop. Die klik ik nu aan en vervolgens zie ik in mijn scherm, maar ook bij Max, dat ik mijn hand op heb gestoken. Dit kan ook Max gewoon doen, dus iedereen in de vergadering kan dat doen, mits ze gebruik maken van een werkplek. Op de mobiel, en dat is dan een iPhone, Android of iPad, werkt dit niet. Ook kun je op een mobiel apparaat niet zien dat iemand de hand heeft opgestoken. Dus dat is even iets om rekening mee te houden. Nou, het omlaag brengen is gewoon heel simpel eigenlijk. Nog een keer op klikken en je hebt het ingetrokken. Goed om te weten, standaard is altijd iedereen presentator in de vergadering. En dat betekent dus ook dat hier Max, die kan hier de hand van Ralf, kan die ook laten zakken. Dus op die manier is dat niet heel erg handig. Maar daar komt de vernieuwing 2, waar we nu naar gaan kijken, is daar een oplossing voor. Goed, ik zit nog steeds in diezelfde vergadering. Links ben ik dus de organisator, rechts ben ik gewoon een genodigde. En wat is nou het probleem? Iedereen is standaard presentator in een vergadering. Je ziet bij mij, ik ben niet gedempt, mijn microfoon. Die staat niet dit tekentje wat je bij Max wel ziet. En wat Max als genodigde kan doen, en standaard kan dat dus iedereen, hier de drie puntjes en vervolgens kan hij kiezen voor deelnemer dempen. Dus hij heeft hier controle over. Hij zet mij nu dus gewoon uit. Hier heb ik ook nog een keer die hand opsteken. En ook daar kan Max het handje weghalen. Nou, hoe gaan we dit nou oplossen? Ook dit is weer een nieuwe functionaliteit. Ik heb hier het icoontje met dat kruisje en dat V'tje. Daar klik ik nu op. En vervolgens kom ik op een website. En in die website kan ik aangeven wie er mag gaan presenteren. Nou, ik heb het dan over deze instelling, Who can present? Die staat op iedereen. Dus iedereen is presentator. Stel, ik zet hem als organisator op alleen mij en ik sla hem op. Overigens, dit scherm kunnen alleen de organisatoren bij. En ook alleen maar als een vergadering gepland is. Dus als je de vergader nu optie doet, dan heb je deze website niet tot je beschikking. Nou, ik heb dat nu gedaan. Ik zie hier nu ook de presentatoren ben ik zelf en hier een geadresseerde, dat is Max. Nou, Max die kan nou bijvoorbeeld niet meer achter die drie puntjes, kan hij niet meer kiezen voor het dempen van mijn microfoon bijvoorbeeld. Ook als ik de hand op zou steken, kan hij hem niet omlaag brengen. Dus op deze manier heb je tijdens je vergadering invloed op de machtigingen van iedereen. Ja, en dan nummer 3. De 9 beeldjes in teamsvergaderingen. Je ziet het hier naast mij. We zijn van 4 naar 9 gegaan. Dat is niet de enige verandering. Dat is wel belangrijk om te weten. Het is nou een videogalerij geworden. Dus mensen met een camera aan, die krijgen voorrang in een van die 9 plekken.
Dat was voorheen niet zo. Toen we die vier hadden, toen werd een plek gereserveerd voor de actieve deelnemers. Dus de laatste vier die hadden een plekje in beeld. En dat is nu veranderd. Dus zit jij met 15 man in beeld en de zes die heel actief zijn, maar niet de camera aan hebben staan, die zullen niet in beeld komen. Dus dat is wel een verandering. Daarnaast is de bandbreedte management, zoals ze dat noemen, is aangepast. Dus het is nu veel stabieler geworden. En ik vond het al stabiel, maar goed, het is wel verbeterd. Dus als je een lagere bandbreedte hebt, dan krijg je ook mindere kwaliteit beeldjes op je af. En wel één tip, dat mocht jouw vergadering gaan haperen, zet dan wel eventjes die camera's uit. Want nou ja, goed, dat is in het verleden is dat wel eens gebleken dat dat een oplossing zou kunnen zijn. Pro tip. Dus eigenlijk dat, die 9 beeldjes. Ik denk super cool. Oké, goed, de vergadering loopt op het eind en ik heb nu een nieuwe mogelijkheid met dit icoontje om een download te starten van een Excel-werklijst met de aanwezigen. Als ik hierop klik, dan wordt die gedownload, maar dat had ik al gedaan. Die heb ik hier openstaan en je ziet exact wie wanneer de vergadering in is gekomen en wanneer die is vertrokken met de tijden daarbij. Dus op deze manier heb je een goed overzicht. Het kan in het onderwijs erg handig zijn om te kijken wanneer leerlingen zijn aangekomen en vertrokken. Jullie hebben ook wel insights in het onderwijs, maar goed, op deze manier kan dat ook. Dit staat standaard niet aan. Jouw beheerder die moet dat doen en ik krijg hem nou heel eventjes tot de beheerder. Je hebt hier een PowerShell. Heb je de Skype Online Connector. Dat is de module die moet je geïnstalleerd hebben. Dat is deze module. Die moet je vervolgens importeren en je moet je aanmelden met een admin account om een Skype for Business sessie te starten. Die worden geïmporteerd en vervolgens ga je hier met de commandlet ga je de global policy aanpassen. Dit is het commando om de policy aan te passen. En hier enable ik hem. Ik zou hem ook kunnen disablen. Dus daar staat hier de standaard op en dan zie je hier dat het object is geenabled. Nou, dan duurt het wel eventjes voordat dat natuurlijk is toegepast. Maar jij als beheerder weet het als geen ander. Nou, sorry, dat was even voor de beheerder. Voor jou als gebruiker kan het handig zijn. En dan zit je hier op te wachten. Neem dan even contact op met de admin van jouw omgeving. En die gaat dat voor jou fixen. Ja, super cool. Denk ik. Vind ik wel. Hopelijk jij ook. Nou, vind je dit soort video's nou interessant, hè? Abonneer je alsjeblieft op dit kanaal. En vond je heel specifiek deze leuk, doe dat duimpje omhoog. Dat motiveert mij altijd weer eventjes om door te pakken naar een volgende video. Bedank ik je voor nu voor het kijken naar deze. En ik zie je heel graag terug in de volgende. Tot ziens!